our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Vergeet mijn bloemen. Ja, dat heb je van Daniel en mij. Nou, hartstikke lief. Ja. Nou ja. Zetten we die in het water? Ja. Alsjeblieft, maar. En wat sta je te koken? Vertel het eens. Nou, ik ga een rijst maken. Daar zie je kip. Kip voor de kip. Hier komt de rijst in. Nou, dat is de groente. Ja. Ik heb mijn eigen pan meegenomen, alsof ik geen pannen heb. We're gonna be two hearts running wild. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag, de 20e van de 4e, 2024. En we leven om 10 minuten over 12. Ik ga zo eerst natuurlijk uiteraard met de meisjes lopen. Ja. En daarna gaan... Dat zal ook... Danielle en Marcel hier onderhand wel wezen, want die schijnen, ik denk dat ze om 12:30 hier ongeveer plus minus zijn. Ik nog heel aan mijn oor ook. Ha, bah. Dat, ja, de wandelapp die gaat natuurlijk weer even aan. Dat is een stimulans voor mij om door te gaan. Maar ja, het is toch enkel maar 1 kilometer, maar met, het waait ontiegelijk hard. En gisteren... stond de wind ook zodanig dat ik niet langs die hoogbouw kon. En dat ik dan, ja, dan kreeg ik maar een klein stukje lopen. En gisteren heb ik dat ook gedaan, maar ik deed wel een stukje erbij. Hier op de gracht ging naar de andere brug. Ja, waar ik normaal overheen kom als ik weer terugkom. Tot die brug ben ik gaan lopen. Ja, maar het was nog niet een kilometer hoor, helaas niet. Maar hij gaat aan. Voilà. Oh, ik zag wat. Even weer sluiten. Nee, dat is niks. Ik dacht dat er wat naar voren kwam. Maar nee, dus. Nou, wandeltje, appje aan. En het is altijd de cijfer 1 wat ik loop. Ja, en... het is ook toevallig 1 kilometer. Hartstikke leuk als je dan dat door blijft lopen met oefenen voor de avond. Ja, wie weet, hè. Maar oké, lieve vrienden. Geniet van jullie dag. Het is hier momenteel een huilig zonnetje. Ik zie daar blauwe lucht, maar ook heel veel bewolking. Het is nog niet... Oh, daar zijn ze. En dan moet ik nog weg, hè? Nee, ze moet toch die schoen uit en dan optillen en meenemen. Nee, zelf schoonmaken. Ja, dat hoeven wij niet te doen hoor. Ja. Nee, je moet zelf schoonmaken, hoor. Ja, dat heb jij, heb ik ook wel eens hoor. Ja, ach, als ik niet meer te werken. Zeg jij het met bloemen? Ja, dat heb je van Daniel en mij. Nou, hartstikke lief. Ja. Nou ja. Zetten we die in het water? Ja! Alsjeblieft, maar. Ja. En
daar zitten natuurlijk wokpan en pan en dingen. Wat moet je met een wokpan? Dat kan. Dat kan in een vuurpan net zo goed. Ja, ze laat me de tas is al bang kapot, ze laat me gewoon de zwaar niet te houden. Ik moet die. Eens even erbij komen. Die pot even hebben. Ik gebruik nooit van mijn leven zaken een wokpan als ik ga wokken. Nou, easy slow. Ik gebruik gewoon deze pot weer. Ja. Zo simpel. Dan gaan we er even water in doen. Zo. Ja, ik vind het wokpan vind ik onzin. Ja, ik vind het grote onzin. Waarom? Je kan het ook in een soeppan gewoon doen, want een soeppan die loopt ook een aardig rond, vind ik. Ja, waarom een wokpan kopen zonder wat geld? Kun je gelijk, kun je wel wat anders verkopen? Ja, maar ik doe het altijd in een soeppan. Ik vind het zo zonde. Ik heb twee soeppannen. Ja. En dat kun je ook in wokken. Waarom dan een pan meenemen? Ja, dat moet je bij daar heel wezen. Mal kind. Ja. Een malle meid. Pannen zat hier. Denken jullie dat ik zulke soort eten nooit klaar maak? Vroeger helemaal dat mijn man nog leefde, maar dan doe ik het gewoon in een gewone pan. Hij zei, moet je niet een wokpan? Ik zei, wat moet ik met een wokpan? Ik zeg, wat jij in een wokpan doet, kan ook in een soeppan hoor. Ja, precies. Of in een braadpan. Ja, ik vind dat zo onzin. Schaalbuiten. Ja, dat weet ik. Ik moet er koud nog in. Ja, moet de meiden nog uitlaten. Ja. Dus ja, dat dus. Ja, ik zeg dat wel. Man. Ja, mooie tulpies. Mooi hè. Rood met geel lijkt het wel. Ja. Lieve schat, ja. Waarom neem je een wokpan mee? Ja, dat doet hier allemaal. Ik gebruik nooit van mijn levensdagen een wokpan. Oh. Waarom moet je een wokpan gebruiken als je het in een super braadpan kan doen? Ja, oké. Okay. Ja, vind ik zonde. Ja, is goed, mama. Ik heb pannen, ik maak zelf dat eten ook al klaar, ja. Hè? Maar gewoon in zo'n superpan. Ik heb ook nog een slag groter dan die. Ja, oké. Okay. Mijn man die vroeg dat vroeger ook. Ja. Niet wat heet vroeger. Ja. Hij zegt, heb jij een wokpan, schat? Ik zeg, wat moet ik met een wokpan? Ja. Nou ja, dan koop ik er een voor. Ik zeg, nou nee, ik dacht het niet. Ik zeg, wat heb ik aan een wokpan? Ja. Ik zeg, want je kan het in een braadpan ook doen. Ik zie, ik doe het altijd in een braadpan. Ja. Ik zeg, zoals moet ik pasta maken, doe ik ook in een braadpan. Ik vind dat zo zonde van mijn geld om daar een wokpan voor te kopen. Ja. Nou had hij er dan al een, ja. Marcel. Maar de bloemetjes zijn mooi. Ja, alsjeblieft mam, ik ga wat kopen voor u. Ja. Mooie tulpies. Ja, tuurlijk. Tulpen uit Amsterdam. Ja. En die achterlijke paus, die zou zeggen, dank u wel voor de tulpen, voor die mooie tulpen. Dank je wel voor de bloemen. Ja, voor de bloemen. Ik zou zijn mooi even doen. Dus. Ja, even goed schoonmaken. Ja. Schat. Ik wil wel even met een slijm. Zie jullie nog wel wat? Zo, dacht ik. Ja, word je verwend met de tulpjes. Ik denk dat ik dat blad eraf haal. Gezellig. Zit daar een bloem? Ja, daar zit een bloem.
Nee, lieve schat. En dan had ik ook gezegd, hoeft geen pan mee. Ja, dat had ze voor hun gezegd, schat. Ja, ik heb onthouden die Jij hebt geen bijltjesrijst. Nee, ik vind het wel... Ja. Vind jij dat makkelijk? Ja, ik vind het makkelijker. Ja? Nou, nee, die kip moet ik nog even wat kleiner snijden voor mijn mama, denk ik. Ik ben nog kleiner. Dat wordt toch gaar? Ja. Dat is goed bakken op elkaar. Ja, we gaan door. Kijk, hè. Auw, mijn knie. Ja, een knoflookatje ook maar hier. Kijk er eens aan wat van me meeneemt, hè. Knoflook. Hier, dit gaat er ook in. Knoflook. Ja. Kijk hoor. Ik gebruik dan gemalen knoflook. Ja. En zoals dit, dat had ik ook wel gehad. Ik heb enkel een ander kleurflesje. Ja, oh, dat is olijfolie. Dat maar. Oh ja, dat heb ik niet. Ik heb deze. Ja, ik pak daar altijd mee. Nou, weet je het in de koekjes zo liggen? Ik heb die troep. Kijk, deze troep. Daar bak ik in. Gewoon. En dat voor jou heet ook gewoon. Ja, ik heb gewoon wat ik nou. Roerbakzaus, Hawaïaanse stijl. Oh, gaan we oh. Hoe? Wat voor. Hawaïaanse stijl. Dan gaan we Hawaïaans praten. Ja. Ja. Die hoeft niet in de koelkast. Nee, kijk, en ik heb dus bijltjesrijst. Ja. Ah. En dat vind ik veel malen makkelijker dan dat. Daar hoef je niet op te letten, dan enkel de tijd. Dat is maar zoveel minuten, dan moet dat gaar wezen. Maar ik laat het verder koken. Ik laat die rijst verder koken dan de aangegeven tijd. Vanwege mijn mondje. Ja, ik snap het. Want het moet extra gaar wezen bij mij. Even kijken wat deze moet. Ja, dat weet ik ook niet. Gewoon daar neerzetten. Maar oké, ik zal hier de troep opruimen. En ik moet ook met de hondjes uit, hè. Ja. En dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ja, we zijn de stad in geweest en al. Althans, die daar niet. Nee. En ik ben ook nog een keer alleen op de stad in geweest voor mijn liefdallige dochter Karin. Ja. En die meisjes zijn zo lief. Maar helaas, jammer dat ik geen geurcamera heb en dat dat nog niet bestaat. Ja, want anders, nou, je mond loopt over van, je zou haast gaan kwijlen. Ja. Want er is er hier het koekeraal, lieve vrienden. Ja. Ik moet weer door om mijn gat heen denken. Die is aan het koken. Ja. Deze prinses die staat te koken. Ja. Een kookprinses. Ja. Ja, je staat tegen het licht. Dus je bent donker, dan moet je die kant op lopen. Ja, ik wil lekker aan het koken. Deze kookprinses die staat te koken. Ja. Ja. En wat sta je te koken? Vertel het eens. Nou, ik ga rijst maken. Daar zie je kip. Kip voor de kip. Hier komt de rijst in. Nou, dit is de groente. Ja. Ik heb mijn eigen pan meegenomen, alsof ik geen pannen heb. Nou, dit is Hawaïaanse roerbaksaus. Het gaat er doorheen. Dus ja, dat dus. Ja, dus ja. Ja, nou, ik denk dat het wel heel lekker gaat worden, want het ruikt overheerlijk. Dus ja, lekker. We zullen het afwachten als het zover is. Ja. Laten we met jullie natuurlijk gegarandeerd zien. Ja, echt wel. Of niet dan maar zo. Ja. Ja, echt. Zeker. Ik ga zo met die meiden lopen. De kou weer in. Echt, het is zo bitter koud. Oh ja, het is echt gemeen bitter koud. Ja, niks anders. Maar ja, we moeten er weer doorheen, want de meisjes die moeten er ook doorheen. Ja, en dan die meisjes, als ik niet ga, gaan die meisjes ook niet in de fiets hier. Ja, ze moeten wel even een plasje en poepje doen. Ja toch, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Maar geniet mee en als we gaan eten, laat ik het natuurlijk weer zien hoe het eruit ziet. Want, nou, echt heerlijk ruikt het. Overheerlijk, ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee.
toen hield ze er stil. Ze lag te dromen en niet zo zuinig ook. Misschien dat het weer komt als wij gewoon doorpraten. Maar we zijn nog wat vergeten, lieve vrienden. Ja, echt, we zijn wat vergeten. We zouden jullie het lekkere, overheerlijke eten laten zien. En dat zijn we helemaal glad vergeten. Ja, dus we halen de pan even dichterbij. De deksel er even af. En ja, het ziet er overheerlijk uit. Ze kan heel, heel goed koken. Maar ze is ook een beetje dom geweest. Ja, schrik niet. We gaan naar een andere pan. Voilà. En hoe krijg je dat nou schoon? We hebben al een hoe heet zo'n blokje? Vaatwasser, zo'n blokje erin gedaan. Van het merk Sun. Dus ook nog een goeie. Toen moesten we het opzetten met wat water erbij. Totdat het kookt en toen af laten koelen en dan proberen. Maar ik zie geen resultaat. Nee. Nog steeds hetzelfde. Dus mocht er iemand wezen die weet hoe je dat makkelijk schoon kan maken. Zonder te veel kracht te zetten, want dat heb ik niet. Want ik heb artrose zoals jullie weten. Dus ja, ik zou graag van jullie willen weten, lieve vrienden. Hoe krijgen jullie zoiets schoon? Ja, het wil er niet uit. Er zit nou ontvet erin. En normaal kan ik het daarmee al los krijgen, maar nee, dat gaat het er niet worden. Maar dat is overheerlijk. Ja, echt waar. Maar ja, ze konden niet de twee dingen tegelijk daarin roeren bij de saus en dan de rijst afgieten. Dat ging het hem niet worden. Nee, doen we die er weer op. Zo. Dan lig je weer uit. En die houdt nog steeds de mond. Jammer. Want dat was even wel leuk. Alsof ze het voelen, hè? Alsof ze het voelen. Ja, ja. Toch? Ja, zeker. Kijk, dat bedoel ik, ja, zeker. Ja. De hypotheker. Maar dat bedoelde dat vrouwtje dus, die gereageerd had. Ja, ja. Maar ja, nee, dat is dus niet mijn man, maar mijn surrogaatzoon. Ja, dus wat jullie het allemaal weten, mijn surrogaatzoon Marcel. En dat is zijn verloofde. Ja, dan weten jullie dat eventjes allemaal. Ja, dus stel je nog even opnieuw voor en zeg wie en wat je bent. Ik ben Marcel Reijers, ik ben 54 jaar, ik ben 18 jaar verloofd. Ik ben Danielle D. Ik ben Danielle, ik ben 48 jaar en ik ben verloofd met Marcel. 18 jaar. Ja, natuurlijk. Ja. En ja, hij heeft mij als zijn surrogaatmoeder gebombardeerd. En daarom zegt hij ma of mama of wat dan ook. En Danielle zegt dat tegen mij ook. Ja, dus ja, dat is mijn surrogaatschoondochter. Moet allemaal kunnen. Ja. Ja, vind ik van wel. Of niet? Jazeker. Jazeker. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden. Ja, ik moet ook nog met een vlog beginnen. En daar zou ik al net naartoe gaan. En dan zie ik daar weer wat. Verontwaardiging om uitspraak Timmermans op partijcongres. Ja, ken je dat? Ja, het is wat. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Gaan wij ook nog doen aan deze kant. Tot later. Die dame. Die is aan het onderstralen, hè? Die wil stoeien met het fruitje. Maar dat om deze tijd gaat het niet meer worden. Want ja, het is al echt bizar laat. Wat heet laat? Het is bijna 3 uur. 2:56 in de nacht. Ja. En dan gaan we niet meer de honden jagen. Nee. We gaan zo naar het bedje toe, want de televisie is al uit. Ik zit denk ik nog op de computer te wachten.
Ja, met een spel. Dat moet ik nog even gaan doen. En ja. Daarna gaan we slaapje doen. Hé? Ja, het is weer een drukke dag geweest. Morgen weer een drukke dag. Want morgen komt weer Daniëlle en Marcel. En morgen komt ook, zover ik weet, Tante Mary. En Karin die komt mijn rollator te brengen. Dus ja, de keten weer vol. Ja, ken je dat? Nee? Nou, maar ik wel. Ja. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen allemaal gezond uit je bed zien te komen. Ja, jij ook. Ja, jij ook. De ondertrouw. En ja, jullie weten het gewoon. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan!